En we hebben er net een stadsbus gezeten. Niet zomaar een stadsbus, een lesstadsbus. En waarom? Nou, we hebben vandaag een overeenkomst getekend met de RED. Om ook voor hen jongelui op te gaan leiden. Om direct goed opgeleid, goed en bekwaam aan het beroep van buschauffeur te kunnen beginnen. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Want is de RET naar jullie gekomen? Of kwamen jullie met een lesprogramma waarvan jullie zeiden, nou, we gaan de RET benaderen? Nou, het is zo dat de SCC-groep die leidt op voor alles wat te maken heeft met het transport. Dus voor alle beroepen in het transport. Wat de RET tegenaan loopt is, zoals veel beroepen of bedrijven momenteel, is een vergrijzing van hun personeel. Dus ook bij hen. En dan is het goed om een partnership te zoeken waarbij je ook met elkaar heel goed af kunt stemmen hoe je het van elkaar verwacht. En dat is dit eigenlijk de bezegeling van. De opleiding start vanaf september, als ik het heel goed zeg, met 20 man. Waarom eigenlijk maar 20 mensen? Want het is een opleiding die op dit moment juist dan heel erg hot lijkt te zijn. Of? Ja, nou, het kan best zijn. Kijk, je werkt met de RET samen om over die 20 jongelui. Maar het kan natuurlijk best zijn dat we 50 jongelui in de klasse hebben. Waarbij dan 20 in ieder geval een plek bij de RET kunnen vinden. En mogelijk de andere 30 bij andere transporteurs, andere busmaatschappijen. Wij gaan nooit een restrictie, een beperking aanbrengen. Dat doen we gewoon niet, omdat wij vinden, onze missie is, iedereen die wil werken in scheepvaart, transport, logistiek, is welkom. Dus wij gaan niet zeggen, instroombeperking, nee. Wat wel mooi is, is dat dus binnen een groep die je aan kunt nemen, ik ben ervan overtuigd dat we inderdaad meer dan 20 jongelui geïnteresseerd vinden. Maar het is dan mooi dat je al gelijk aan kunt bieden aan 20. Daar is in ieder geval al een toekomst voor geregeld. Ja. We zijn hier omdat we een contract samen hebben gesloten met het college. Wij hebben de komende jaren heel veel nieuwe buschauffeurs nodig. En dan willen we ook graag jonge mensen binnenhalen. En wij gaan nu samen met het STC een opleiding starten. En zij zorgen voor de opleiding. Wij zorgen voor ervaren buschauffeurs die de jongelui in de praktijk ook de opleiding gaan geven. En zo doen we samen opleiden, het STC en de RET samen. En als die jongens en meiden het goed doen, een diploma halen en goed gemotiveerd zijn, dan kunnen ze daarna bij ons ook echt aan de bak en een baan krijgen. Het wordt een soort van buddyprogramma, als ik het eventjes zo mag noemen. Met chauffeurs die ervaring hebben. Hoeveel jaar ervaring moet een chauffeur minimaal hebben om zo'n buddy te worden? Nou, we hebben daar niet een eis aan gesteld. Kijk, wat ik noem het al een beetje heel ouderwets, het meester-gezelmodel. Dat is al uit de middeleeuwen dat een oude vakman leert een jonge vrouw of man het vak in de praktijk. Dus wij zullen chauffeurs bij ons kiezen die veel ervaring hebben, maar die ook het aan jonge mensen goed kunnen leren. En in de praktijk zullen zij dan de leermeester zijn. Het is een soort van selectie die jullie gaan maken. Een letterlijke sollicitatie. Maar is die sollicitatie net zo streng als bijvoorbeeld een buschauffeur die al 40 jaar ervaring heeft en bij jullie aan de slag wil? Nou, iemand die al heel veel ervaring heeft, dan is het ietsje anders. Maar we geven jonge mensen een kans, maar we zijn gewoon streng. Je moet aan alle eisen voldoen. Je moet gemotiveerd zijn, je moet getest worden, je moet een sollicitatiegesprek doen. Het is niet zomaar een cadeautje wat we uitdelen. De STC investeert erin, wij investeren er ook veel geld in. Ja, maar dan moet het wel serieus zijn. Dus je moet gewoon aan de eisen voldoen, hard werken en dan heb je een hele mooie kans.